MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Nou, de MVV-kenners die weten wel dat Florian Lozay een pure linkspoot is. Maar wisten jullie ook dat de enige twee goals die hij in het betaalde voetbal maakte met zijn... rechterzin. Dat zeg ik. En hoe kan dat, Florian? Nee, ik weet het niet. Op een of andere manier komen ze altijd op mijn rechter. Ja. En dan denk ik niet na en dan score ik gewoon. Twee keer maar oké. Dat belooft wel veel voor zometeen dan. Ik weet het niet. We zullen zien. Ja. Kom, ik wil wel een getal horen. Hoeveel gaan erin? Met drie zou ik tevreden zijn. Drie ben je tevreden met, dan betekent dat Dien Koolhof heel makkelijk naar die eindzege gaat straks met 7. We gaan voor 5, maar met drie ben ik al tevreden. Oké. Laten we het doen. Succes. Hey Michael, de laatste keer heb ik je niet gezien bij je op verkeerde been. Nee, ik was helaas afwezig. Ja. Hoe vind je dat je vervangend gedaan heeft? Uitstekend. Ik zag dat hij ook meer kijkers had, dus ik denk dat het misschien een logische opvolger voor de volgende keer is. Ja. Hey Florian, is je nieuwe tegenstander vandaag. Florian? Lozay, ken je die? Nee, nog nooit van gehoord. Maar goed, een vreemde dus. Hoeveel gaat deze vreemde bij je maken? Ik denk geen één vandaag zelfs. Nee? Ik heb er weinig vertrouwen in. Ja. Je bent goed warm ook? Ik ben helemaal fit, warm, alles. Ja. Okay. Nou, dan gaat die goal in, dan hou je ze tegen. Florian, laat je niet gek maken. Nummer 1, come on! Zover Florian's kansen op de koppositie. Nummer 2. Kom op Florian, je doel was 3. Die wil ik minimaal zien. Nummertje 3. Ja, lekker. Drie geschoten, 2 geraakt. Nummertje 4, Florian. Terwijl het begint te hagelen in de geuzelt. Ja. Maar je doelstelling heb je in ieder geval gehaald, Florian. Dat wel, man. Je weet... Je kent de regels van de laatste, hè? Nee? Je moet 10 keer om de bal heen draaien. En dan wederom met je rechter uithalen. Top. Succes! 9. En de laatste. En uithalen met die rechter. Voor 3 punten. Ah, jammer. Jammer. Ga er, Florian. Ja. Oh. Hey, er waren er toch 3. Mooi. Mooi. Ben je tevreden? Ja. Het komt beter, maar 3 is goed. Ja, Michael is ook wel een bloedvorm, hè? Ja, ik zag het. Hey Michael, ben je ook een beetje tevreden? Ik ben tevreden, weet je. 2 van de 5 vind ik een mooi percentage. Dus, ja. En wederom wat doelpunten met je rechter gemaakt, hè? Zo moet je het zien. Altijd goed, hè. Oké, dankjewel Florian. Helaas Florian, je hebt goed je best gedaan, maar niet goed genoeg, want Dien Koolhof staat nog steeds aan kop met 7 punten. Volgende keer weer nieuwe ronde, nieuwe kans en dan zie ik jullie graag weer om 7 uur bij MVV TV. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.